deze aflevering geeft Roger een oude gevel een mooi en fris uitzicht met onderhoudsvriendelijke gevelpanelen die een natuurlijke look uitstralen. Wat heb je nu nodig voor het plaatsen van de gevelbekleding? Allereerst de hardschuim PVC-panelen. Voor de bevestiging slagpluggen, inox-schroeven. Om af te tekenen een winkelhaak en voor de schuine hoeken een verstelbare zwijhaak. Een hamer, een meter, waterpas, een accu-schroefboormachine met een setje boren en bit, een slagboormachine, een zaag, dus een decoupeerzaag, handzaag of afkortzaag voor de panelen en een haakse slijper voor de aluminium profielen. Voor het regelwerk gebruiken we hout, gedrenkt hout voor buiten, minimaal 19 op 44 mm of als je op isolatie werkt 30 op 44 mm. Startprofiel, ventilatieprofiel en dan de afwerkprofielen. Dus afhankelijk van jouw situatie kunnen dat randprofielen, buitenhoeken of binnenhoeken zijn. Als je op hoogte werkt heb je natuurlijk ook de juiste stellingen of ladders nodig. De gevelbekleding plaatsen we hier dus horizontaal, dus het dragend latwerk plaatsen we verticaal. Dat doe je met een hart-op-hart afstand van maximum 30 cm, dus gemeten vanaf het midden van de ene lat tot het midden van de andere lat. En om nu niet telkens te hoeven meten heb ik al een afstandsblokje gezaagd die ik telkens tussen de twee latten kan plaatsen. De draaglatten die minimum 24 op 32 mm zijn voorboren, dat doe je ongeveer om de halve meter. Dus ik teken eerst alle afstanden af. En nu de latten voorboren met een houtboor van diameter 6. Het gedrenkt latwerk ook uiteraard waterpas plaatsen en de onderkant op 5,5 cm van de vloer. En nu verder in de steen een gat boren van 6 mm. Ik werk hier met slagpluggen, dus eerst de plug plaatsen. En dan pas de nagel in de plug slaan. Het latwerk moet uiteraard perfect in één vlak liggen. En als je ziet dat er een lat te veel naar achter zit, dan kan je dat bijpassen door erachter een blokje te plaatsen. En we werken buiten, dus je gebruikt best kunststoffen blokjes. Die bestaan in verschillende dikten. En per dikte heb je een andere kleur. Het verticaal latwerk zorgt voor een goede ventilatie achter de gevelbekleding. Op die manier heb ik dus geen te hoog vocht gehaald, wat schimmen zou kunnen veroorzaken. En ook wordt de temperatuur achter de gevelbekleding niet te hoog. Het is daarom belangrijk als je werkt op een isolatieplaat in plaats van op een stenen muur, dat je latwerk gebruikt van 3 cm dik. Dus je krijgt een grotere luchtspouw. Het is belangrijk dat je de spouw nooit opvult met isolatie. Na het uitlatten van de muur kan Roger beginnen met het plaatsen van de gevelbekleding zelf. Welke gevelbekleding komt er hier nu tegen deze muur? Dus we gebruiken een hardschuim PVC-paneel die UV-bestendig is, bestaat in heel wat verschillende kleuren, schoon in de massa gekleurd of in de massa gekleurd met daarboven nog eens een toplaag in een contrasterende kleur waardoor ik een mooiere kleurschakering krijg. Deze panelen worden tand en groef geplaatst en steeds horizontaal. Een klein beetje extra aandacht bij een buitenhoek. Dan gebruik je geen smal latwerk, want als je die op de gevel wil boren, dan moet je te veel op de buitenkant van de steen boren, dan breekt dat stuk af. Dus gebruik je altijd een latwerk van minimum 7,5 cm breed. Op die manier kan je vol in de steen boren. En bovendien schroef je ook nog eens beide delen van het latwerk aan elkaar. Onderaan op het latwerk begin je eerst met een ventilatieprofiel. Je sluit het profiel af tegen vuil en ongedierte, maar houdt de spouw voldoende open voor de ventilatie. En die schroef je samen vast met het startprofiel. In het startprofiel komt vervolgens de gevelbekleding geschoven.
En door met het latwerk 5,5 cm van de vloer te blijven, hou je nu onderaan ventilatiespouw over van 2 cm. Starten doe je door het ventilatieprofiel op maat te snijden. Dat gaat heel eenvoudig met een breekmes. De diepte van het profiel moet gelijk zijn aan de dikte van het latwerk die je gebruikt. Om het ventilatieprofiel of het startprofiel en de lengte op maat te maken, kan je een ijzerzaag gebruiken of een decoupeerzaag, maar dan monteer je best een zaagblaadje met fijne tandjes. Nu voorboren met een fijne metaalboor. Nu het startprofiel samen met het ventilatieprofiel vastschroeven. Ik gebruik hier inox schroeven, omdat we toch buiten werken. Bij het startprofiel toch nog even controleren of deze perfect waterpas staat. Want het startprofiel is toch de referentie voor al mijn volgende lagen die ik plaats. Dat is oké. En ze kan ze allemaal vastschroeven. Het volgende is het plaatsen van het randprofiel. Die zijn er in aluminium of in kunststof. Je begint steeds met de plaats van het eerste deel, maar je plaatst die niet volledig in de hoek. Je houdt voldoende plaats om bij het afwerken het tweede deel van het randprofiel te kunnen plaatsen. Bij een buitenhoek of een binnenhoek plaats je ook altijd eerst het eerste deel van het hoekprofiel. Later komt daar dan het tweede deel bovenop. Deze bestaan dus ook terug in aluminium of in kunststof, allebei in twee delen. En de twee profielen kan je ook gebruiken voor een binnenhoek, want ze zijn beide aan alle twee zijdes afgewerkt. Het eerste deel van het randprofiel voorboren. Voorboren ongeveer ook om de halve meter. En deze aluminium profielen kan je heel eenvoudig op maat maken met een haakse slijper. Het eerste deel van het randprofiel laten rusten op het startprofiel en dan terug vastschroeven met inox schroeven. Door een reststukje van het randprofiel te plaatsen kan ik nog even controleren dat er plaats genoeg overblijft om dan later het tweede deel van het randprofiel te plaatsen. Het eerste paneel opmeten, dus meten vanaf het randprofiel. En 2 cm aftrekken, dus 1 cm uitzetvoeg per kant. De sidings in hard schuim PVC worden standaard aangeleverd in lengtes van 5 meter. En deze zijn in tegenstelling tot de variant in cementvezel heel eenvoudig te verwerken. En zijn bovendien zeer licht en niet breekbaar. Je kan deze dus heel eenvoudig met een decoupeerzaag of met een handzaag op maat zagen. De zaagsnede hoeft niet perfect te zijn, want de zaagsnede wordt later afgewerkt achter een randprofiel. Het eerste paneel van de gevelbekleding met de groef in het startprofiel plaatsen. Om uitzetten en krimpen van de panelen toe te laten volgens de buitentemperatuur, schroef je zoveel mogelijk vast in het midden van de voorziene opening en schroef je de schroeven ook best niet te diep. Nu de volgende panelen tanden en groeven in elkaar schuiven en telkens terug vastschroeven bovenaan in de tand. Als je op de plaats van de lat geen groef hebt, dan mag je ook dwars door de tand vastschroeven.
Om de spouw open te laten voor ventilatie, plaats ik hier onder het raamtablet terug een ventilatieprofiel. Daarop komt dan het eerste deel van het randprofiel. Het eerste deel plaats je ongeveer een centimeter lager dan het ventilatieprofiel. Want op het einde komt daar het tweede deel in, ter afwerking. En dan komen de twee delen precies gelijk. Dit geldt onder een vensterbank, maar ook als je werkt tot tegen een oversteek of een dakrand. Om het ventilatieprofiel voldoende te kunnen bevestigen, komt er hier nog een latje. Door het lichte gewicht van de panelen zijn deze heel eenvoudig alleen te verhandelen. Het stuk links en rechts kan je heel eenvoudig opmeten, maar voor het stuk hieronder plaats je best een reststukje, want de uitzetvoeg die moet je hier ook respecteren. Dus nu kan ik heel eenvoudig meten. Het stuk onder het raam schroef ik niet vast. Deze schroeven zouden zichtbaar blijven, zelfs na het plaatsen van de afwerking. Roger plaatst een volle lat over de poort om te controleren of de bekleding zowel rechts als links van de poort gelijk en waterpas loopt. Ondertussen kijk ik wel al even hoe ik uitkom hier boven de poort met twee reststukjes. In dit geval heb ik zeer veel geluk. Ik hoef deze bovenste plank straks niet af te zagen. Probeer dat ook niet zo uit te rekenen dat je boven de poort of boven het raam uitkomt met een volle strook. Het is de bedoeling dat je deze afzaagt en dat je steeds onderaan begint met een volle lat. Boven het raam, daar moet ik straks wel een paneel doorzagen. Ook boven het raam start je met een randprofiel en terug met het ventilatieprofiel. Hier heb ik het eerste deel van het randprofiel wel gelijk geplaatst met het ventilatieprofiel, want als het tweede deel erop komt, zit op die manier het ventilatieprofiel wat weggewerkt en heb ik ook een afdruipneusje die het regenwater naar beneden laat vallen en niet naar binnen geleidt. Boven het randprofiel terug rekening houden met een uitzetvoeg en plaats terug een reststukje om het gemakkelijker te kunnen opmeten. Ondertussen zitten we al een stuk hoger met de gevelbekleding, dus ik heb een stelling geplaatst om gemakkelijker te kunnen werken. De verschillende panelen van de gevelbekleding overlappen elkaar telkens en daarom is deze geschikt voor een horizontale plaatsing. Wil je panelen verticaal plaatsen, dan bestaan er daar ook panelen voor. Maar dan plaats je op het verticaal latwerk, die altijd eerst plaatst omwille van de ventilatie, plaats je nogmaals eens een horizontaal latwerk. En daarop worden dan de verticale gevelpanelen bevestigd. Deze gevelpanelen kan je gebruiken voor een verticale plaatsing, ook voor een horizontale plaatsing, maar ook voor een oversteek van een dak of voor een dakkapel. De gevelpanelen die zijn 5 meter lang, maar voor lange gevel is dat soms nog te kort. Daarom plaats je tussen twee panelen altijd een koppelstuk, in dit geval een onzichtbaar koppelstuk, en je plaatst de fabriekszijdes tegen elkaar. Moet je toch afkorten, gebruik je best een afkortzaag, omdat je dan een perfecte rechte zaagsnede hebt. Wil je toch werken met een decoupeerzaag of een handzaag, dan bestaan er ook koppelstukken die de zaagsnede wegwerken. Het koppelstuk
maakt ook de naad waterdicht. Iedere bovenkant en onderkant van een spouw die wordt terug afgesloten met zo'n ventilatieprofiel, dus ook hier bovenaan aan de dakrand. Die wordt samen vastgeschroefd met het eerste deel van het randprofiel. Die plaats je iets lager, zodat als je het tweede deel van het randprofiel erop plaatst, deze gelijk komt met de bovenkant van het ventilatieprofiel en je nog een opening houdt van 2 centimeter. Om die schuine kant of de helling van het dak over te zetten op de gevelpanelen, we gebruiken een verstelbare zwijhaak. Zorg dat die aan beide zijdes goed aansluit. Opspannen. En we dit overzetten op de gevelbekleding. Ook bij de schuine stukken hou je uiteraard rekening met de uitzettingsvoeg. Als je onderaan begint met het startprofiel, werk je automatisch met de tand naar omhoog en dat is zeker buiten zeer belangrijk. Maar stel dat je omgekeerd zou werken, dan blijft de regenwater staan in de groefzijde. Bij het laatste stuk heb je geen tand meer, maar het laatste stuk schroef je gewoon zo hoog mogelijk vast. Door het tweede deel van de randprofielen in verstek te zagen, heb je op de hoeken een veel mooiere aansluiting. Het afwerkprofiel hier in de hoek zorgt er meteen voor dat de schroef weggewerkt zit. Om de dagkanten af te werken bestaan er ook speciale profielen. Die zijn heel eenvoudig op maat te maken met een Haagse slijper. Dus gewoon monteren met wat montagekit. Bij de garagepoort is de dagkant iets dieper. En daar heb ik naast het profiel ook nog een stuk wandbekleding geplaatst. Ook gewoon gemonteerd met montagekit. Deze oude gevel kreeg een volledig nieuw uitzicht door een horizontale gevelbekleding te plaatsen in hardschuim PVC-panelen. Deze panelen hoef je niet jaarlijks te behandelen en zijn dus onderhoudsvrij. Wil je alle stappen van dit project nog eens rustig herbekijken, dan vind je alles terug op onze website dobbit.be. Ik zie jullie graag terug bij mijn volgende klus. Tot de volgende! Onderhoudsvriendelijke gevelbekleding voor nieuwbouw en renovatie.